Goedemorgen en welkom bij het weerbericht van weerplaza.nl. We kunnen een beetje zien op de satellietfoto dat vooral het zuiden de meeste bewolking heeft vandaag, maar ook in het noordwesten komen wolkenvelden voor. In het oosten en noordoosten van het land schijnt de zon het meest vandaag. Daarbij is het nogal aan de koude kant. In het noordoosten vriest het op dit moment en dat blijft waarschijnlijk ook de rest van de dag zo. In de rest van het land komt de temperatuur net iets boven het vriespunt uit, daar wordt het tussen de 0 en 3 graden. Verder staat er een stevige oostenwind, windkracht 4 tot 6, en die Maakt het kouder en voelt schraal aan. Ook vanavond hebben we wolkenvelden en opklaringen. De temperatuur zakt op veel plaatsen weer onder het vriespunt. Maar echt heel veel graden gaat het niet vriezen. Het wordt zo min 1 tot min 3. Morgen overdag, een beetje hetzelfde weerbeeld als vandaag: periode met zon, maar ook wolkenvelden. Vooral in Noordoosten blijft het licht vriezen. In de rest van het land komt de temperatuur boven nul. Het waait wat minder hard dan vandaag. Op vrijdag dan gaat de temperatuur overal weer boven het vriespunt uitkomen. Dan is het winterse weer dus eigenlijk weer voorbij. Op zaterdag kan er een beetje neerslag vallen in de vorm van regen of wat natte sneeuw. Op zondag is het weer droog. De middagtemperatuur ligt dan rond de 7 graden. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl.